Mutatie DC is om maximale resultaten te behalen. De recente mutaties onder het korps van districtscommissarissen heeft te maken met het feit dat de overheid maximale resultaten wil behalen uit het werk dat voor de diverse gebieden moet worden gedaan. Het is absoluut niet zo dat de DC's zijn overgeplaatst of vervangen omdat ze geen goede job hebben gedaan. Dit zegt minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling aan het Nationaal Informatieinstituut. De DC's die jaren ervaring hebben opgedaan in een bepaald district, passen hun vaardigheden nu toe in een ander gebied. Dat is een stukje dynamiek, laat de bewindsman weten. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.